Topzeilen TV is terug. Met nog 3,5 jaar te gaan voor de Olympische Spelen staan we hier weer in het zonnige IER. En we gaan kijken bij de gedreven zeilers die in de talentploeg zitten van het Nederlandse Watersportverbond. We gaan terug naar de basis om te kijken naar die zeilers die eigenlijk in de anonimiteit, niet in de schijnwerpers van de Deltaloid kernploeg, al hun uren proberen te maken om in 4 of in 8 jaar hun Olympische droom te verwezenlijken. 4 jaar geleden kwam de openhartige Engelse coach Mark Littlejohn hier in gesprek met de Nederlandse bondscoach Jaap Sielhuis. Hij zei, ik zie een paar goede zeilers, maar ik zie dat jullie top te smal is. Sielhuis beaamde dat, maar vroeg ook gelijk aan hem, ga jij er dan wat aan doen? Littlejohn nam deze uitdaging aan en ging aan de slag. Nu zijn we 4 jaar verder en zijn programma begint vruchten af te werpen. We gaan deze week in IER kijken hoe de pupillen van Littlejohn het ervan afbrengen. We zijn aan boord bij coach Rob Sepers van de talentploeg in de 470-klasse en we gaan even kijken wat hier gebeurt op het water. Rob, hoeveel 470 zeilers zijn hier nou in die talentploeg ongeveer? We zullen straks in mei met 8 boten zijn. 8 boten, 16 top talenten uit de jeugd? Ja, 16 zeilers en dat, de meeste in de leeftijd tussen 18 en 21. Maar ik heb er ook nu 2 die al jonger zijn. In ieder geval eerder opgevist hebben en dan met name op een gegeven moment moeten ze doorgroeien als ze senior, dus dan 22, 23, dan moeten ze er staan. Ja. Kom hier, zakken! Kom, zit al bij, jongen! Kom! Ja, Rob, kun je nog even vertellen, want het is een lange weg naar Londen, nog 1200 en zoveel dagen te gaan. Hoeveel dagen per jaar moeten ze dan nog in, op het water zitten? Dat maakt wel wat verschil waar ze zitten qua opleiding. Dus de kernploeg, dat zijn de fulltime programma's. Dus die moeten minimum 200 dagen zeilen. Binnen de opleiding is het minimum aantal dagen, om ze oppakken, is 100 waar ze aan beginnen. Zeildagen. Dat is meestal met studie nog goed te combineren. En naarmate ze dan naar een programma van 150, 160 dagen gaan, wat de volgende stap is, dan moet de studie ook gehalveerd worden. En dan de laatste stap, dan wordt het studie aan de kant en alleen maar zeilen in de focus op resultaat. Dat is, hebben ze dan nog een soort leven naast of is dat alleen maar met jou onderweg en een boot? De invulling is heel simpel. Het is eten, slapen, zeilen en studeren. Ik zie ook hier af en toe dat mensen best vermoeid zijn als ze erbij komen. Ja, maar dat heeft een beetje te maken dat we hier gewoon achter elkaar doorgaan. We willen op het moment dat we dan zo'n reis maken naar het zuiden van Frankrijk ook echt maximum zeilen. En dat betekent dat we een aantal zaken wat dat betreft tot de limit drijven. En dan op het moment dat ze volgende week weer naar huis gaan, dan is het ook echt een week rust. Dus dan is het alleen week op, week af? Ja, voor degene die in de standaardprogramma zit is het week op, week af. En voor degene die we in het begin van de opleiding oppakken is het in principe nu 3 dagen. En dan met name in de vakantieperiodes worden het hele week dat ze zeilen. Nou, heel goed, dankjewel.